Vanmiddag presenteren wij in het blik 16 beleidsaanbevelingen. Wij pleiten voor meer verantwoordelijkheid van werkgevers en voor het eerlijk verdelen van lusten en lasten. Veel wetgeving is er al, maar wordt niet nageleefd. We zijn enige tijd geleden, volgens mij begin december, zijn we overvallen door een telefoontje van de wethouder dat er een arbeidsmigrantenhotel om de hoek van ons dorp komt. We zijn eerst eens gaan zoeken van wat is hier aan de hand, wat is er gebeurd, willen wij dit, waar is het goed voor? En ja, we zijn erachter gekomen dat het voor de migranten niet goed is en ook voor het dorp niet. De gemeente die geeft aan, we hebben gewoon een vergunningsaanvraag, die moeten wij behandelen. We zijn natuurlijk op onderzoek gegaan. Toen vonden wij volgens mij 11 andere gemeenten in Nederland die eigenlijk op dezelfde manier met hun handen in het haar zitten. We zijn de Stichting Dorpsbelang en Arbeidsmigratie begonnen en namens deze stichting hebben we de petitie aangeboden in Den Haag. Vriendelijk bedankt voor de prettige ontvangst. Voor u, naast u, tussen u staat een groepje bezorgde burgers. Zoals wij hier staan, vertegenwoordigen wij bewonersgroepen uit 11 gemeenten. 11 gemeenten in Nederland en allemaal wonen wij in de buurt van arbeidsmigrantenhotels. In onze omgeving hebben wij last van goedkope industrieën. Denk aan slachthuizen, grote distributiecentra en glastuinbouw. Deze bedrijven ontlenen hun bestaansrecht aan de inzet van de meest goedkope werknemers, namelijk arbeidsmigranten. De bestemming is zware industrie. Nou, om daar mensen te huisvesten is gewoon niet wenselijk, ook niet toegestaan. Daarnaast, Adorp is natuurlijk een dorp zonder faciliteiten, dus de plek is gewoon volgens ons gewoon niet goed. Die arbeidsmigranten worden gebruikt. Ze zijn grondstof. Ze worden behandeld als wegwerpmedewerkers. Arbeidssocioloog Kremers heeft in de Zembla-uitzending, die onlangs is gedraaid bij ons in Bokstel, het heel treffend gezegd. De bedrijven bestellen 4 koffiemachines en een blik arbeidsmigranten. Het blik. Daar zitten ze niet echt in trouwens. De mensen verblijven in zogenaamde hotels. Wij weten wel beter, het zijn gewoon hokken. En die hokken, die hotelkamers, die worden verhuurd als logies. Op dagbasis, vrije marktprijzen. Dus die huisvesting van die arbeidsmigranten is een super lucratief verdienmodel. En bij ziekte of ontslag is het maar al te vaak spullen pakken en gaan. En geen baan betekent geen bed. En daarnaast is er natuurlijk de vraag, is die plek geschikt voor 600 mensen? Arbeidsmigranten in ons land zijn dus volledig afhankelijk van het uitzendbureau. En dat veroorzaakt de stress en dat uit zich in de problemen die wij ervaren. Arbeidsmigratie drukt de lonen, het vergroot de kloof tussen arm en rijk. Ons algemeen welzijn neemt af en de maatschappelijke kosten nemen toe. De gemeente faciliteert moderne slavernij en wij vinden dat de gemeente goed moet nadenken welke bedrijven in Almelo willen we hebben. We moeten voorkomen dat Nederland afglijdt en een lage lonen-economie wordt. Zo'n lage lonen-economie zorgt in veel gemeentes, onze gemeentes, nu al voor enorme problemen. Voor de arbeiders zelf en ook voor de samenleving. In Adorp, daar hebben we 1500 inwoners ongeveer, daar leeft dit onderwerp enorm. Zij maken zich echt zorgen over deze 600 migranten. Wij zien algehele verpaupering en toegenomen druk op allerlei openbare voorzieningen. Maar zoals wij hier staan, dragen wij graag ons steentje bij aan noodzakelijke oplossingen. Omdat het nodig is en mogelijk is. Wat voor soort samenleving willen wij zijn? Die vraag stellen wij heel prominent. Wij willen een nieuwe kijk op welvaart, waarbij het welzijn van alle mensen centraal staat. Wij vertegenwoordigen de stem van de bezorgde bewoners en wij willen actief meedenken en meewerken. Samen moeten wij hier aan werken. Tot zover. Ja. En dus de feiten leidend laten zijn, de echte problemen aanpakken, de werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, maar ook het openbare leven moet zich daar toe verhouden. Hoe onze volkshuisvesting inregelen, onze zorg, ons onderwijs, allemaal ontzettend belangrijk. En wat jullie doen, helpt daar ontzettend. We richten ons ook niet zozeer tegen de mensen zelf, alleen tegen het systeem waarin ze hier naartoe worden gehaald. Er moet op een menswaardige manier met arbeidsmigranten worden omgegaan, maar ook met de dorpen en de wijken waar ze worden gehuisvest. Een industrieterrein is natuurlijk om te werken en niet om te wonen.